Vele honderden jaren geleden ontstond er in het natte Nederland veen. Hoogveen en laagveen, om precies te zijn. Hoogveen ligt boven het grondwaterniveau en wordt door regenwater gevoed, terwijl laagveen beneden het grondwaterniveau ligt en door grondwater wordt gevoed. Op een aantal plekken in Nederland is hoogveen te vinden. Bijvoorbeeld in Drenthe en Friesland, maar ook in Noord-Brabant. Het hoogveen is voor een groot deel afgegraven, maar op een paar plekken zijn er wat snippers te vinden. Het gebied waar we hier naar kijken is een heel groot hoogveengebied geweest. Ooit 160.000 hectare groot, het Boertangerveen. En daar maakt het Bargerveen deel van uit. In Bargerveen is men ruim 25 jaar geleden begonnen met het herstel van het hoogveen. Er zijn dammen aangelegd om het water vast te houden. En nu groeit het hoogveen weer met ongeveer 1 mm per jaar. Ooit was die laag 7 tot 9 meter dik. De 180.000 hectare hoogveen die ons land eens bedekte, bestaan niet meer. Wat de natuur na de laatste ijstijd zo'n 12.000 jaar geleden opbouwde, werd vanaf de middeleeuwen grondig opgeruimd. Dit zijn bijvoorbeeld restanten van vroegere boekweitakkertjes. De natuurbeschermers wisten maar een paar procent beschadigd hoogveen te behouden. Kadaverlandschappen noemen ze dit. Turfwinning, boekweitcultuur en verdere ontginning. Scheppen, graven, steken en dat alles met de hand. Voor de turfwinning gebruikte men de afsteekschop of opschot. Een lang, smal, houten schopje met een ijzeren punt. Hiermee stak je het turf af op de gewenste dikte en gooide het op de lange turfkruiwagen. Zowel de turfwinner als de boekweitteler hadden een hekel aan al dat water. Lang daarvoor legde men dijken aan rond het veen en die moesten voorkomen dat het zure hoogveenwater bij de landbouwgronden kwam. Hoogveen ontstond doordat er een slechte waterafvoer was. De bomen die verdronken zichzelf, gingen dood. Humuszuren deden het hout verteren en zo ontstond er een hele dikke laag en laag voor laag werd het opgebouwd. In tienduizenden jaren is zo het hoogveen ontstaan. In menselijk opzicht is het afgraven van het hoogveen een hele trieste zaak. Mensen die hadden veel ziektes en ongelofelijke armoede. Ze leefden tot het midden van de vorige eeuw in plaggenhutten op de hei. Het winnen van veen was vele jaren een zeer lucratieve bezigheid omdat het in de vorm van turf de belangrijkste brandstof was. Na afgraven of wegbaggeren van het veen werd tot groot genoegen van de boeren de voormalige veengrond geschikt gemaakt voor landbouw. Turf als brandstof vond gretige aftrek bij bijvoorbeeld de brouwerijen, wasserijen en bij bedrijven die overstookten. Turf zorgde ervoor dat industrialisatie in de Gouden Eeuw op gang kwam. Ook als huisbrandstof was turf onontbeerlijk. Rijke kooplieden langs de Vecht stookten hun huizen en kastelen met het bruine goud. Vroeger trachtte men door het verbranden van de toplaag van het hoogveen nog wat landbouw te bedrijven door rogge en boekweit te verbouwen. Het is in feite een ongelofelijke roofbouw geweest. Het wordt ook wel de boekweitbrandcultuur genoemd. De oude boer met de pet met vetleren klep, die zie je niet meer. Bijen zie je. Dwaalgasten wiens dag zoet zal smaken. Pas toen de turf als brandstof niet meer nodig was, is men gestopt met het afgraven van het hoogveen. In het Bargerveen, ten noordoosten van Schonebeek, werd voor het laatst veen afgegraven in 1992. Dat gebeurde al lang niet meer voor brandstof. Dit veen diende als grondstof voor turfstrooisel dat werd gebruikt als bodemverbeteraar bij de tuinders. Ook was het nodig voor het maken van Drents zwart, beter bekend als Norit, actieve kool. U weet wel, rennen. Maar we zijn er nog niet. De turf die werd vroeger gestoken met een stikker, want zo'n turf die had een vaste maat. Hij moest 42 centimeter lang zijn, 15 dik en 15 breed. Nou, dan moest je er eerst mee achterlangs steken. Dat noemen ze het koppen. Dan moest je hem in de lengte doorsteken. En dan woog hij zo'n 4,5 tot 5 kilo. Zie? En die legde hij dan op zijn kruiwagen.
En als je daarna ging rekenen, dan moest die man van deze turven zo'n 2 tot 2.500 per dag steken. Hier versnelt de beheerder de groei van het veenmos door het gebied onder water te zetten. Dat betekent eerst dammen aanleggen om het water vast te houden en dan de aantastingen uit het verleden bijna onzichtbaar maken. Een eerste voorwaarde om een hoogveen zichzelf te laten herstellen is dat er voedselarm water aanwezig is. Er ontstaan dan planten zoals beenbreek, snavelbies, zonnedauw en veenpluis. Een tweede voorwaarde is dat het regenwater voedselarm is. En dat is tegenwoordig een probleem, want door luchtvervuiling bevat het regenwater vaak voedingsstoffen, waardoor het, wat we vroeger zure regen noemden, ontstaat, waardoor planten die je er niet wil hebben gaan groeien. Zowel de turfwinner als de boekweitteler hadden een hekel aan al het water van de hoogvenen. Ontwateren was het parool. Daarom legde men rond het veen zogeheten leidijken aan. Sloten en greppels ontwaterden het veen en de latere polders zorgden voor verdere indroging, omdat de grondwaterstand drastisch werd verlaagd. Door de omgekeerde weg te bewandelen probeerden de beheerders vroeg in de jaren 80 weer leven in het hoogveen te blazen. Water is daarvoor dan weer een eerste vereiste. Door greppels te graven en die af te dichten met landbouwplastic hoopte men dat in het centrum van het veen het grondwater weer zou stijgen. Dit experiment moest ertoe leiden dat die kleine mosjes van het veenmos weer in vele soorten terugkeerden in het gebied. Naast regenwater is spagnum of veenmos een belangrijk bestanddeel bij de veenvorming. Grazers zijn prima vervangers van maaimachines. In het Bargeveen zijn destijds schapen als begrazers ingezet. Tegenwoordig zie je ze vooral aan de randen van het gebied lopen. Nog even op herhaling. Eerst was er water, toen de waterplanten. De waterplanten stierven en vormden de eerste veenlagen, het laagveen. Het laagveen bereikte het wateroppervlak en er verscheen bos. Ook dit bos stierf en vormde weer een veenlaag. Die veenlaag werd dikker en dikker en begon boven het water uit te stijgen. Een eerste aanzet tot de ontwikkeling van hoogveen. Op dat moment kwam, zag en overwon het veenmos. Het veenmos heeft duizenden jaren nodig gehad om tot een dik pakket hoogveen te komen. Durft u mee?